Dag allemaal. Ik ben Nancy. Oh, ik kom uit een tijd van wel 500 jaar geleden, toen deze molen hier werd opgericht. En ik vertel jullie er graag wat meer over. Kom, kom binnen, kom binnen. Laten we eerst eens de trap helemaal naar boven klimmen. Dan heb je een mooi uitzicht. Kom, volg mij maar. Ja, zoals je kan zien, werden de molens meestal op een hoogte gebouwd. Om goed de wind te kunnen vangen natuurlijk. Maar zo zagen de molenaars ook uit over de velden. En ze zagen het koren, het graan groeien tot het goud en rijp was en naar hun molen zou worden gebracht door de boer met zijn paard en zijn kar. Kom, kom eens mee naar boven. Dan kun je misschien de buizenmolen van Sint-Ant links daar zien. En de molen te Rijst. Kom. Ginder moet ergens de buizenmolen van Sint-Ant links staan. En daar de molen te Rijst. Hoeveel verhalen kan deze molen wel niet vertellen? Over Seger van Herzelen, die hier strijd leverde aan de zijde van de stad Gent tegen de graaf van Vlaanderen. Maar hij werd verslagen. En Herzelen en ook onze molen werden in brand gestoken. In iedere windrichting zagen ze ook neven en nichten molen staan. Ja, er was geen dorp dat niet trots was op zijn molen, die naast de kerk toch in de hoogte eruit sprong als men een dorp naderde. Men schat dat er in Vlaanderen in die tijd wel duizenden molens zijn geweest. Over de vele adellijke eigenaars, de prins van Espinois, de baron van de woestijnen en de graven van de familie du Parc Locmaria, wiens kasteel je daar tussen de bomen uit ziet komen. Verhalen over de vele molenaars die deze staakmolen hebben laten werken met zijn wieken en molenstenen en die de natuurelementen moesten trotseren. En verhalen over de onderhouds- en restauratiewerken, waarbij de molen soms in zijn blootje kwam te staan zonder zijn wieken. En nog verhalen over de boeren en over de bakkers en over de brouwerijen en over de bezoekers van vandaag. Maar ja, daar is deze video allemaal te kort voor. We zouden bijna vergeten dat het hier wel letterlijk en figuurlijk om het graan draait. In vroeger tijden gingen vrouwen, zoals ik net deed, tussen twee stenen het graan vermalen om het beter verteerbaar te maken. Maar er moet toch een of andere luierik of een slimmerik geweest zijn die dacht, ja, zo twee stenen over elkaar laten draaien, dat moet mijn paard toch ook kunnen doen. En ze bedachten het concept van de rosmolen, waarbij een paard door zijn beweging twee stenen over elkaar kon laten draaien. Nu ja, zo'n paard, dat werd ook wel eens moe. En als het een beetje rapper moest gaan, dacht men na over alternatieven. En zo kwam men op de watermolen en dan later ook op de windmolen. Deze windmolens, zowel de stenen als de houten varianten, hebben een echte glorietijd gekend van vele eeuwen. Maar rond de eeuwwisseling 1900 begon men in Gent, waar eens wel 50 windmolens op een rij langs de coupure stonden, één voor één de molens af te breken. En ze werden vervangen door maalderijen met stoommachines. In 1962 werd onze molen beschermd als een monument. Dankzij de pioniers in die tijd voor de bescherming van het onroerend erfgoed. Onze oud-burgemeester De Buyser en ook de graaf du Parc. Toen vonden sommige mensen dat een beetje raar. Maar nu vinden we het eigenlijk maar normaal dat we zorg dragen voor ons historisch erfgoed zoals een windmolen.